Paul van der Helm, je staat hier na de wedstrijd tegen Spakenburg, 1-0 winst. Jij was vrij belangrijk vandaag. Ja, een paar belangrijke reddingen gehad vandaag bij 0-0 en ook bij 1-0. Veel ballen moeten pakken. Gelukkig pakken ze weer naar 1-0, dus dat is alleen maar top. Een paar onmogelijke ballen die je er ook uit hadden. Dus een klein wondertje dat je hier de 0 houdt, toch? Ja, eigenlijk de grootte van de kansen moeten er eigenlijk gewoon zeker één van in bij Spakenburg. Als wij zulke kansen krijgen en schieten ze niet in, ben ik ook boos op de spitsen. Daarentegen zat het er lekker op vandaag en kon het belangrijk zijn, gelukkig. Hoe verklaar je dat Spakenburg vooral de tweede helft echt zo gevaarlijk nog kan zijn een aantal keer? Nou, de tweede helft gingen zij vol druk zetten op ons. Kwamen we voetballend niet meer uit, zeker niet meer vanuit achteruit. We konden de opbouw niet meer spelen. En dan zie je, zij gaan heel erg aanvallend spelen met veel lange ballen. Met veel aanvallende goede spelers waarin je gewoon rekening moet houden. Dus daardoor hou je ook misschien een mannetje extra achterin om gewoon voor zekerheid. Ja, we kwamen gewoon niet meer in het aanvalspel wat we de eerste helft wel hadden en wat we normaal gesproken willen. Ja, dat ligt gedeeltelijk natuurlijk ook aan Spakenburg, dat die natuurlijk vol de druk erop hadden. Ja, en ook aan ons dat wij gewoon niet meer het niveau hadden wat we moeten halen. Maar ja, je wint uiteindelijk wel na 2 gelijke spelen. Nu een wedstrijd of 10 ongeslagen. Hoe is de sfeer binnen de groep? 9 wedstrijden. 9 wedstrijden, ja, wedstrijd of 10. Ik denk, ja, doe een beetje ongeveer 9 wedstrijden. Je hebt helemaal gelijk. Ja, dat is natuurlijk top. Sowieso lekker dat we veel gewonnen hebben ook in die tussentijd. Niet alleen maar gelijk spelen, maar als je wint, geeft het natuurlijk sowieso een lekker gevoel. Dus we zitten nu lekker in en moeten we vasthouden en kijken waar we eindigen. Precies, want er komen een paar grote wedstrijden aan. De komende 3 wedstrijden worden hele 3 grote wedstrijden en hele belangrijke wedstrijden. Maar daarom was het des belangrijk dat je deze won. Ook natuurlijk naar vorige week 0-0 tegen Scheveningen, die eigenlijk ook had moeten winnen. Dus er zijn deze 3 punten extra lekker. Omdat je weet dat je gewoon 3 moeilijke potten krijgt. En we staan op een mooie plek. We kunnen eigenlijk alleen maar omhoog kijken en lekker vooruit voetballen. Laten we dat doen. Succes komende week. Vind ik goed, dankjewel.